Heb je ooit afgevraagd hoe het gevaarlijkste hotel ter wereld eruit ziet? Nou zo. Zo. Dit verroeste oude booreiland wordt omringd door barracuda's, haaien, zelfs Godzilla is hier gespot. Did you ever see Godzilla? I saw his brother named the whale. Oké, nou, misschien geen Godzilla, maar wel fucking veel roest, af en toe een orkaantje en het ligt zo diep op zee dat je er het beste naartoe kan met een helikopter. En in deze aflevering van Gekkenwerk overnacht ik dus hier, op het gevaarlijkste hotel ter wereld. We zijn 20 meter boven het water. Oh! What the? Er is alleen één persoon die niet gelooft dat dit het gevaarlijkste hotel ter wereld is. En dat ben ik. Ja, ik geloof er geen reet van. Ik denk dat het één grote marketingtruc is om mensen zoals ik te lokken. En daarom heb ik dit ding meegenomen. Gedurende mijn gehele verblijf op het gevaarlijkste hotel ter wereld moet ik deze hartslagmeter omhouden. En elke keer als mijn hartslag boven de 100 komt, moet ik de eigenaar van het hotel $1 geven. Oh ja, over die eigenaar gesproken. Ik facetimede hem een week eerder om alle veiligheidsmaatregelen door te spreken. Hello, Richard. Hey, I'm in a loud place. And unfortunately, my timing is off. Can we do this in an hour? Richard. Ja, ik ben gewoon fan van Richard, oké? Na wat research op YouTube zag ik wat voor held deze gast is. Ik ken niemand van zijn leeftijd die nog zo episch in het leven staat. Ik bedoel, kijk hem dansen, gek. Wat een legend. Ik heb veel bekende mensen ontmoet in mijn leven. Maar dit is toch wel het spannendst. En terwijl ik nerveus naar Richard toe loop, gebeurt het meest verschrikkelijke wat een mens anno 2022 kan overkomen. Good. Hey, there's no COVID here. Really? It's all gone. Okay. I've been dying to meet you. Oh, that's fantastic. So we're going to get you out on the helicopter and... That's it. So how long is the flight going to be? About 20 minutes. So, did you ever crash a helicopter? Not yet. De helikopter is weg en ik ben er. Het gevaarlijkste hotel ter wereld. Dit lijkt misschien op een normaal dansje, maar nee. Dit dansje is onderdeel van een zowat onmogelijke opdracht die ik mezelf heb gegeven. Want als het mij lukt om Richard, de eigenaar van het gevaarlijkste hotel, 10 keer in deze video te laten dansen, krijgt één van mijn trouwste kijkers, Noorai, een gratis gekkenwerk hoodie. Ik heb dus geen idee wat ik hier ga aantreffen. Laten we gewoon even eerlijk zijn. Kijk dit. Oh kijk, hier begint het ergens op te lijken. Pooltafeltje. Nou ja, zouden ze hier trots zijn op hun land, denk je? Het was tijd om op zoek te gaan naar iets wat ik lang geleden ben verloren. Namelijk mijn gevoel voor humor. Oh, lekker. Ja. Richard had een cadeautje voor me. Namelijk een heerlijke sigaar. Zo, hé, daar zat ik echt op te wachten. Ik rook namelijk zo graag sigaren. Ik vind dat zo ongelooflijk lekker. Cheers. Cheers. I usually don't smoke. Yep, it's bad for you. Ik moest Richard trouwens nog even bijpraten over de... Heart rate meter. If my heart rate gets over 100... Just a pretty girl will do that. But there's no pretty girls here, that's so... True. I'll give you $1. Woo! Okay. If it never goes over 100, you have to put the Dutch flag up there for at least a day. Absolutely. You are going swimming later, right? Zwemmen? Ben je lijp of zo? Er zwemmen hier haaien, gek. The sharks are dangerous. Oh no, no, they're fish are friends. Do you know Steve Irwin? Yeah, it's very cold water, so the sharks are very sleepy. Alright. Ik kon niet goed inschatten of Richard nou een grapje maakte, maar een paar minuten later was hij in ieder geval bloedserieus. There is no connection between here to shore. If you fall in the ocean here and you don't have an emergency locator beacon, it will be very hard to find you. It'd be very hard to save you. Okay. Right now our internet is disconnected. There's no porn today. Probably not. Jammer. Oh ja, mocht je trouwens afvragen bij welk land dit hotel hoort. We're in no country. We're outside of America, in international water. So what did you want to do? Casino? Girls, drugs, we can do everything. You can call us your own country if you want to. Holy fuck. En terwijl Richard mij de kamers liet zien, probeerde ik hier en daar een grapje te maken. So is this all complimentary? Or do I moonshine. You gonna drink this moonshine? Richard praat liever zelf. Daar was ik vrij snel achter. Het is hier één grote tering, sorry. Aangezien de tour van Richard nogal langdradig was, heb ik besloten een fancy commercial te maken van het gevaarlijkste hotel ter wereld, inclusief
voice-over. Welkom op het gevaarlijkste hotel ter wereld. Ons hotel heeft 8 kamers. Allemaal uiteraard met uitzicht op zee. Alle deuren zijn gemoderniseerd. Everything okay? Onze roomservice staat 24/7 voor u klaar. Hallo? Onze kamers komen met gratis alien-kostuum, frisse tandenborstel, moderne luchtverfrissers, een moestuintje inclusief verse aardappelen, inspirerende wanddecoratie, mooi afgewekte plafonds en een eigentijdse airconditioning. Ontdek onze talloze leuke activiteiten zoals zonnebaden, golfen, shotgun schieten, illegaal drank stoken, poelen, zelf de afwas doen, zelf het vuilnis buiten zetten of zwemmen met bloeddorstige haaien. Perfect om even bij te denken. Hier staat veiligheid voorop. Wij verzekeren u dat hier nog nooit iemand is overleden. Geniet van onze grapjes op het toilet en gratis levensadvies van onze eigenaar Richard. Find the love of your life and never let go. So how many wives did you have? I signed it. This means that if I die, then it's not your fault. Het gevaarlijkste hotel ter wereld. Van tevoren teken je wel een papier waarop staat dat als je doodgaat dat het niet onze schuld is. Goed, Richard besloot me mee te nemen naar het gevaarlijkste deel. This is the danger area. This is the danger area? Oh look, the lights are on. Yeah, come on down. Jezus. Ja, ik word hier dus wel een beetje lijp van. Yeah, this is a scary area. Ja. Yeah. We staan hier 20 meter boven het water. Maar letterlijk hier, dit is één soort van rubber dingetje. Nou, doe maar niet. It's okay. Nee, weet je wel dat je in de auto zit en dat je dan denkt, oh, wat als ik nu de deur open doe? Wat als ik nu uit het raam spring? Dat is een beetje hetzelfde als wat ik nu heb. Dat ik denk, wat als ik hier gewoon naar beneden jump? So Richard, you think smoking a cigar in this place is... This room's okay. The one with all the fuel in it's a bad idea. Okay. Hier wist ik het zeker. Richard was snel, behendig, ad hoc. Zelfs als ik een grapje probeerde te maken, was hij alsnog grappiger. I'm a professional fisherman. I'm a professional catcherman. You can fish, but I'd rather be a catcher. Ready? Yo. Over vis gesproken. Okay. Oh, got a bigger one. Too bigger. Really? Mm-hmm. It feels like you're pranking me. No. Wow. It's a breakdance fish. Ik ken deze man nu na 2 uur. Het is nu al mijn favoriete persoon ever. Hallo. I'm on the fishing back tower. He's eating size. I'm gonna carry him inside so I don't drop him. Als Richard mee zou doen aan Expeditie Robinson, zou hij gewoon met 1 oog dicht, zou hij gewoon nog de finale halen. En nadat Richard me een heerlijk complimentje gaf, something wrong with you, besloot ik het zelf te proberen. En ja hoor, na 1 minuut had ik al beet. Ja. You got something? I don't know. I think I'm stuck. Oké, misschien ging het niet vanzelf, maar de aanhouder wint. Wait, yo! Look at that! Oh, we eat. Cheers. Cheers. So Richard, we're gonna eat, and after that, yeah, you wanna blow some shit up? Let's go, baby. Hey! Holy shit! Fire it all! Yeah! Ja, laatste. Oh ja, vergeet even de video niet te liken als je toch bezig bent. Hè? Woehoe! Welkom in mijn slaapkamer. Wat jullie waarschijnlijk helemaal niet beseffen is dat ik helemaal niks mee mocht nemen naar dit hotel. Anders was de helikopter te zwaar. Het enige wat ik letterlijk mee heb is een onderbroek, 1 paar sokken en een tandenborstel. Fuck yeah. Ik heb niet eens een telefoonoplader mee. En verder is het leven in het gevaarlijkste hotel ter wereld prima. Richard, legenda... Oh! Oh, het is tijd voor een timelapse van de zonsopkomst. Tijdens het filmen van de zonsopkomst realiseerde ik me op wat voor bijzondere plek ik eigenlijk was. Extreem vroeg opstaan om zulke prachtige shots te maken is het altijd 100% waar. Golfine? Golfine. Ah, look at the time it is. It's already 10:30. Where's Golfine? Good morning! Reporting for duty! Oké, misschien was vooral mijn cameramattie Michael vroeg wakker. Nadat ik Richard voor de 3e keer liet dansen, was ik ready. Ready om te zwemmen met haaien. Maar er moeten er wel haaien zijn. Nou, ik geloof er geen flikker van. Dus we gaan even kijken. We hebben een zeer technisch ingenieus systeem ontwikkeld. Nou, eigenlijk heeft Richard dat gedaan. Waarmee je dus dit kan in het water kan laten vallen. Zo. Nou, let's do it. We zijn onder water.
De onderwaterwereld is vastgelegd en het is tijd om de beelden te gaan bekijken. Ik ben nog steeds in tweestrijd bij mezelf of ik hier ga zwemmen. Ik denk dat als ik nu een haai op dit shot zie, dan is de reden om het niet te doen. Het is eigenlijk gewoon, het wordt alleen nog maar groter. Dames en heren, ik presenteer het onderwaterleven van het gevaarlijkste hotel ter wereld. Het was duidelijk, er zijn haaien. Terwijl de avond viel, verleidde ik Richard voor een kampvuurdansje. En daarna konden we eigenlijk nog maar één ding doen. En dan de rest van de avond ga je gewoon naar de kloten. Met Richard. Yeah, I get my pop on. Yeah, I get my pop on. If she needs some burger, tell her she can hop on. She know I'm... Don't know how to thank you for this experience. Okay, I have your credit card. Oh shit. Richard en ik hebben gedronken. Nog meer gedronken. Ga weg, ga weg, ga weg. En na deze opmerking van mij... What is like the best piece of ass you've ever had? Maakte ik de sickste trick shot van mijn leven. Goedemorgen. Dan hoor ik je denken, alle milieuactivisten die kijken. Oh my god. Slaat golfballen in de oceaan. Nou, dat klopt. Maar hier zit visvoer in. Biologisch afbreekbare ballen, blijkbaar. Het ziet er wel uit als visvoer. En na mijn ochtendgolfsessie kwam het moment. Ik heb lang nagedacht over zwemmen met de haaien. Ik heb getwijfeld. Ik heb berekeningen gemaakt en op basis van de uitkomst van deze berekeningen heb ik besloten. Ja, sorry hoor, ik doe veel voor een leuk filmpje, maar ik hoef op zich niet dood, oké? Okay? En toch wilde ik nog echt even iets spannends meemaken. En gelukkig had Richard daar iets op bedacht. Going in the water? Dit was het moment dat mijn hartslag echt getest zou gaan worden. Just a dance for luck? I'm so cool right now. I'm so relaxed. Ik weet niet hoe het met die hartslag van mij zit, maar ik ben gewoon prima, weet je wel. Ik heb FIFA-potjes meegemaakt die ik spannender vond dan dit. Kan ik je eerlijk vertellen. Nou, ik heb nog niet ontbeten, dus... Dat klopt niet lekker. Was dit dan het moment dat mijn hartslag boven de 100 uitschoot? De grafiek liet zien dat ik inderdaad boven de 100 ben gekomen. Sterker nog, mijn hartslag was tijdens mijn verblijf al 2 keer eerder boven de 100 uitgeschoten. Ik moet Richard verdomme gewoon $3 betalen. Maar voor ik jullie vertel op welke extreem spannende momenten mijn hartslag boven de 100 knalde, heb ik nog een andere missie. Ik zit namelijk op dansje 7 van de 10 en de helikopter is al onderweg om ons op te halen. 3 dansjes in 10 minuten. Als dit niet lukt, krijgt Noorai niet zijn gekkenwerk hoodie. Ik moest snel handelen. Dus ik pakte mijn iPhone. Let's hope we are not too heavy. En ik ging ervoor. Nou, doe maar niet. Noorai, gefeliciteerd jongen.